Als student wilde ik altijd heel graag iets doen rond auto's. En tegelijkertijd wilde ik mijn afstudeerproject doen binnen het Vision in Product Design onderzoeksproject, het VIP-project. En de twee argumenten combineren kom je eigenlijk uit op het doen van het onderzoek naar een auto in de toekomst. Ik had heel erg frequent contact met mijn afstudeerbegeleiders Matthijs van Dijk en Gerard Looschilder. Het contact met Pininfarina was goed, ook al hadden zij wat meer moeite om te begrijpen wat ik precies deed. Na een maand of zo kwamen ook een aantal ontwerpers naar me toe van Pininfarina en zeiden van: "Hey Louis, als jij hier ooit wil werken, dan ga je echt wel moeten tekenen, niet alleen zitten en lezen." Ik heb mijn afstudeer dus gedaan in 1998 en ik was toen aan het werken voor een auto van 2012. Dat was dus 15 jaar nadat mijn afstuderen begon. Toen zag je al dat auto's meer sustainable zouden moeten worden. En daarom heb ik heel erg gefocust op welke nieuwe technologieën zouden in de toekomst valabel kunnen zijn om betere auto's te maken die meer respect hebben voor de natuur. Ik heb het gedaan met een hybride aandrijving van fuel cells. En dat is nu nog steeds heel erg actueel, want dat lijkt er nog steeds op dat dat een van de oplossingen wordt voor de toekomst. Vooral bijvoorbeeld in een Prius van de derde generatie zien we een aantal elementen terug. De monovolume auto, de familieauto, heel erg aerodynamisch ontworpen, maar ook met een hybride aandrijving in de auto. En als je kijkt naar de binnenkant, dan eigenlijk zien we nu pas de elementen die ik toen aankaartte. Ik had toen een interieur gemaakt die eigenlijk heel erg miniem was. Heel erg vertrok van het idee dat eens we digitale surfaces hebben, dat we dan niet zoveel vorm meer nodig hebben, maar eerder de ervaring krijgen vanuit de interactie met die surfaces. En dat is natuurlijk wat nu gaande is met interieurs van auto's. Mijn interieur was minder geconcentreerd rond de bestuurder, meer rond een samenleving tussen de passagiers. En dat is natuurlijk een argument wat heel erg relevant nu wordt met nu auto's ook autonomous kunnen gaan rijden. Dus ik ben na mijn afstudeer eigenlijk meteen beginnen werken bij Pininfarina. Ben ik doorgegroeid door de jaren heen tot design director. En ik heb in 2011 dan besloten om mijn eigen ontwerpbureau op te zetten. Om een actieradius te kunnen verruimen van puur auto's naar mobiliteit. Omdat daar natuurlijk de grote relevantie zit voor de toekomst.